even andere prioriteiten? Ik wil niet weten wat jij moet doen om zoveel te verdienen als kamermeisje. Liever, dit krijg ik van mijn aanbidders. Mm-hmm. Check? Ja. Hey, waar is de rest? Oh, Lucas die is even wat drinken voor me halen en Nout is wel onderweg. Moeten wij dan ook niet gaan? Nee, ik moet nog heel even met mijn broertje praten. Oh. Hey, top, je bent er. Hey. Ja. Nou, dan praten wij straks wel even verder. Nee. Ik wil nu precies weten wat Nout allemaal heeft gezegd. Ik trek het echt zo slecht. Jij weet donders goed dat hij jou wil. En jij wilt hem. Dus alsjeblieft, lief zusje, doe jezelf een lol. En mij. En Nout. En mij. Voor heel Meerdijk. Zeg hem dat je verliefd op hem bent. Heeft hij echt gezegd dat hij mij wil? Ja. Nou, als hij dat zegt, dan is dat zo, toch? Ik bedoel, Nout die zegt zoiets niet zomaar. Nee. Of mijn broertje verzint dit in een belachelijke poging om ons te koppelen. Oké. Nout zegt niets tegen jou omdat hij niet zeker weet wat jij wil. Hij denkt namelijk alleen nog maar dat jij met Deks in je hoofd zit. Dus jij dan zegt hij niets. En jij zegt ook niets. Dus zeg je niet alleen maar tegen mij. Ik heb niks gezegd. Nou, we komen hier niet verder mee, jongens. Dus zullen we naar de bruiloft gaan en dan gaan we ze nabezatten. En denkt u echt alleen maar dat ik met Deks bezig ben? Ja. Nou, kom. Ja, oké, toch. Ja. Kom nou, hou.